Goedemorgen, dames en heren. Namens Albert Air heet ik u welkom op deze vlucht naar Miami. Mijn naam is Alberto Alvarez en ik ben op deze vlucht uw purser. Gezagvoerder op deze vlucht is mevrouw Den Arend. Vliegtijd naar Miami bedraagt ongeveer 10 uur en 5 minuten. Wij verzoeken u elektronische apparatuur uit te schakelen en op te bergen. Roken is op deze vlucht verboden. Ter voorbereiding op de vlucht vraag ik u aandacht voor een demonstratie van het cabinepersoneel over de veiligheidsvoorzieningen aan boord. Namens de gehele bemanning wens ik u een prettige vlucht. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Alberta Air, I would like to welcome you on board of this Boeing 787 to Miami. My name is Alberto Alvarez and I am your purser on this flight. Captain on this flight is Mrs. Den Arend. Flying time today will be approximately 10 hours and 5 minutes. At this time, all electronic devices must be switched off during taxiing, takeoff and landing. Smoking is not allowed. My colleagues will now show you a flight safety demonstration. On behalf of our entire crew, I wish you a pleasant flight. Buenos días, señores y caballeros. En nombre de la tripulación, me gustaría darles la bienvenida a bordo de este Boeing 787 con destino a Miami. Mi nombre es Alberto Álvarez y yo soy su sobrecargo en este vuelo. El capitán de vuelo es la señora Den Arend. El tiempo que durará este trayecto será 10 horas y 5 minutos. En este momento, todos los dispositivos electrónicos deben estar apagados durante el periodo de despegue y aterrizaje. No se permite fumar. Mis compañeros les harán una demostración de seguridad del vuelo. En nombre de todo nuestro equipo, les deseo un vuelo agradable. Dames en heren, wilt u nu de stoelriem sluiten? De bemanning laat zien hoe deze te sluiten, strak aan te trekken en weer te openen. Wilt u nu uw tafel wegklappen en de rugleuning van uw stoel rechtop zetten? Roken is tijdens de gehele vlucht verboden. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt now. The crew will show you how to close the belt, how to tighten it, and this is the way to open it again. Señoras y caballeros, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. La tripulación les mostrará cómo cerrar el cinturón, apretarlo y abrirlo de nuevo. De bemanning zal nu het gebruik van het zuurstofmasker demonstreren. Tijdens de vlucht bevinden wij ons in een drukcabine. Mocht de cabinedruk wegvallen, verschijnen automatisch deze zuurstofmaskers boven alle stoelen. Haal het masker naar je toe en plaats het over neus en mond. Adem rustig, breng de hoofdmond aan en volg verdere aanwijzingen op van de bemanning. Passagiers reizend met kinderen dienen eerst zelf het masker op te zetten en daarna de kinderen te helpen. The crew will now demonstrate the use of oxygen mask. During this flight, the cabin is pressurized. In case the cabin pressure drops, oxygen masks will appear automatically above all seats. Pull the mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Place the mask over nose and mouth. Adjust the headband and breathe normally. Passengers traveling with children should first put on their own oxygen mask before helping the children. Ahora pasaremos a explicar cómo utilizar la máscara de oxígeno. En caso de que la presión de la cabina descienda, las máscaras de oxígeno aparecerán automáticamente por encima de los asientos. Tire de la máscara hacia usted. Esto activará el flujo de oxígeno. Coloque la máscara sobre la nariz y la boca. Ajusten la banda para la cabeza y respiren con normalidad. Los pasajeros que viajen con niños deben primero ponerse su propia máscara de oxígeno y después ayudar a los niños. En dan nu het zwemvest. Het zwemvest bevindt zich in een pakje onder uw stoel. Alleen in geval van nood haalt u het pakje tevoorschijn. U haalt het zwemvest uit de verpakking, houdt het voor u en steekt uw hoofd door de halsopening. Maak de band los en bevestig de band achter de rug om
aan de gesp aan de voorzijde. Trek de band stevig aan. U blaast het zwemvest op door een ruk te geven aan het rode label. Doet u dit echter nooit in de cabine. Indien nodig kan het zwemvest worden bijgevuld door in de rode pijpjes te blazen. Op de schouder bevindt zich een lampje en dit gaat automatisch aan in water. Next, the life vest. The life vest is stowed under your seat. Put your head through the opening and fasten the strap around your back to the front. Pull the strap. The life vest is inflated by pulling the red tab. Never do this inside of the cabin. If necessary, the life vest can be reinflated by the red tubes. The light on your shoulder will switch on automatically in contact with water. A continuación, el chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas se guarda debajo de su asiento. Ponga su cabeza por la apertura y apriete la correa alrededor de su espalda en la parte delantera. Tire de la correa. El chaleco salvavidas se infla tirando de la lengüeta roja. Nunca haga esto dentro de la cabina. Si es necesario, el chaleco salvavidas puede ser reinflado por los tubos rojos. La luz en el hombro se encenderá automáticamente en contacto con el agua. Dit vliegtuig heeft 6 nooduitgangen. Dit zijn er 2 voor in de cabine, 2 luiken boven de vleugel en 2 achter in de cabine. U kunt de uitgangen ook vinden met behulp van de vloerverlichting. Deze bevindt zich aan beide zijdes van het gangpad. Een rode streep of het einde van een groene streep geeft aan dat u zich bij een uitgang bevindt. U kunt de uitgangen ook herkennen aan de bordjes exit. This aircraft has 6 emergency exits. These are 2 in front of the cabin, 2 hatches over the wings, and 2 doors in the rear of the cabin. You can find the exits with help of the floor lighting. The floor lighting is situated on both sides of the aisle. A red strip or the end of a green strip indicates that you have reached an exit. Each exit can also be recognized by the exit signs. Este avión tiene 6 salidas de emergencia. Estos son 2 enfrente de la cabina, 2 escotillas más de las alas y 2 puertas en la parte trasera de la cabina. Usted puede encontrar las salidas con la ayuda de la iluminación del pasillo. La iluminación está situada a ambos lados del pasillo. Una franja de color rojo o al final del pasillo con una franja verde indique que se ha alcanzado la salida. Cada salida puede ser reconocida por las señales de salida. Tot slot vindt u een kaart met uitgebreide veiligheidsinstructies in de stoelzak voor u. U wordt verzocht deze kaart voor de start zorgvuldig te bestuderen en nogmaals te kijken waar zich de nooduitgangen bevinden. Finally, you will find a safety card in the seat pocket in front of you. Please study this card carefully before takeoff and make sure you know where to find the exit. Por último, se encuentra una hoja informativa de la seguridad delante de usted. Por favor, lea con atención esta hoja antes del despegue y asegúrese de saber dónde encontrar las salidas. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht en namens de gehele bemanning wens ik u een prettige vlucht. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Señoras y señores, les agradezco su atención y les deseo un feliz vuelo.